Mijn insteek is vooral het verhaal wat je wilt vertellen en hoe je dat gaat vertellen. En daar hoort het visuele ook bij. Dat is absoluut even belangrijk, maar ook het spel en de acteurs en de personages en het plot echt van A naar B en hoe vertel je het. Dat is wel het voornaamste uitgangspunt bij ons. Wat over het geheel wel opvalt, en dat komt ook door de making-of filmpjes die ik heb gezien, is dat er heel veel met grote camera's en veel licht en veel geluid gewerkt wordt. En dat ziet er allemaal heel mooi uit, maar soms ja, is dat ten nadele van het spel. Dat heb ik bij een aantal filmpjes ook wel gezien. We hadden een kind nodig. Ik kende haar niet, maar haar vader die hadden we als speler. En hij heeft een dochtertje, was toen 5 denk ik, Limme. En die hebben we erin geschreven. En hij zei, ja, dat doet ze wel. Maar het allerleukste was eigenlijk, we waren op de begraafplaats. En het begon te regelen, dus we moesten wachten. En toen begon ze met haar knuffel hele gesprekken te houden. En toen ter plekke hebben we gedacht, ja, maar dat is het. Dat moet erin. Wat is er? Wat? Mama. Ik hoor je niet. Ja, het mooiste is met kinderen als je ze echt... ze acteren niet. Als je ze uitlegt waar het verhaal over gaat, dan op dat moment zijn ze in het verhaal. Dat is eigenlijk de grootste truc. Ze acteren niet, ze doen het gewoon en op dat moment is het ook zo. Mijn tip voor de makers is, weet wat je wilt vertellen. Dat is echt het belangrijkste. Dus sta daar heel lang bij stil. Wat is het verhaal wat we willen vertellen? En op het moment dat je vast komt te zitten tijdens de opnames en je hebt problemen met wat dan ook, is dat eigenlijk de allereerste en belangrijkste en enige vraag waar je naar terug kunt gaan. Wat willen we vertellen en hoe gaan we dat nu oplossen?